Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij dit webinar. Dit webinar geef ik samen met Vincent Energie van Scensys. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Daar hebben we het al. Het webinar Automatiseer je inkoopproces van binnenkomst tot betaling. Mijn naam is Rogier Bloemink. Ik ben accountmanager bij Axians. En ik geef dit webinar, zoals ik al zei, samen met Vincent Essogy van Scensys. En Vincent, zijn rol is ook accountmanager. Misschien goed om even wat huishoudelijke mededelingen te doen. Straks als het webinar begint, hè, of we gaan de demonstratie doen, we gaan vertellen over de oplossing. Dan komen er misschien vragen op en die u zou willen stellen. Dat kan natuurlijk. En in het menutje ziet u een questions-button. En in die questions-button kunt u vragen stellen. Die vragen kunt u uiteraard stellen. En na het webinar zullen wij deze vragen gaan behandelen. En daar komen we daar dus op terug. Dat doen we dus niet tijdens het webinar, maar zullen we aan het eind zullen die behandelen. U ziet ons nu eventjes. Vonden we leuk om even mee af te trappen. Straks als Vincent aan het woord gaat komen en gaat ook de demonstratie doen, doen wij de video uit. En zetten we straks weer aan als we weer terugkomen bij de vragen. Dus dan kunnen we ook weer netjes het webinar afsluiten. Het duurt ongeveer 45 minuten, dus we willen rond kwart voor 11 willen we dit weer gaan afronden. En het dus binnen 3 kwartier het gaan doen. Ja, wat gaan we behandelen in dit webinar? We gaan het uiteraard hebben over Scensys. Wie is Scensys? Wat voor organisatie is het? En welke oplossingen bieden zij? Ook met name ten aanzien van Image Capture. Dat is eigenlijk de productnaam. Welke uitdagingen komen we tegen in het inkoopproces? En vooral dan natuurlijk bij waar onze relaties behoefte aan hebben. Wat houdt eigenlijk de oplossing in met Exact Globe? In combinatie met Shopper. Uiteraard de demo-oplossing en de demonstratie ervan. En aan het eind, wat ik net al even zei, zijn er uiteraard tijd voor vragen. Ja, dat was even een korte aftrap. Ik wil eigenlijk het woord geven aan Vincent. Die kan dan het stokje overnemen. Succes, Vincent. Ja, Rogier, dankjewel. Ik ga het inderdaad vandaag hebben over Scensys en Image Capture in combinatie met Shopper. Daarvoor start ik heel even over Scensys. De reden, er zal een mix zijn van wellicht al bestaande Scensys-klanten, Axians-Scensys-klanten. Maar er zullen ook zeker aanwezigen zijn die geen gebruik maken van Scensys of onze software Image Capture. Nou, wij zijn een softwarebedrijf. Wij zitten in Nodorp en wij hebben een oplossing die wij koppelen met pakketten zoals Hexa Globe voor het automatiseren van inkoopfacturen. Onder andere, er zijn nog meer oplossingen, maar in de meest voorkomende gevallen praten wij over het automatiseren van het inkoopfacturenproces, oftewel vaak in de volksmond genoemd scan en herken. We herkennen en scannen facturen en zorgen dat die op een makkelijkere manier in Exact terechtkomen. Nou, hiervoor hebben we al jaar en dag een samenwerking met Exact Software Nederland en Axians. Wat we ook doen is naast het verwerken van de facturen de mogelijkheid bieden om via onze software een stukje goedkeuring toe te passen. Steeds meer organisaties willen naast het verwerken en het digitaal verwerken van de facturen ook digitaal facturen goedkeuren. En om die reden hebben wij ook ons eigen workflowportaal. Veel van onze klanten gebruiken of ons workflowportaal of Exact Synergy, misschien ook wel bekend. Want in Exact Synergy is het ook mogelijk om facturen goed te keuren. Nou, als je kijkt naar ons systeem, naar Image Capture, dan zorgt dat er eigenlijk voor dat je een proces creëert waarbij je facturen die nu al via vaak een handmatig proces lopen, gedigitaliseerd worden en geautomatiseerd worden voor het inboeken van de facturen. En vaak zie je dat dat dichtbij het handmatige proces ligt. We gaan dan vaak kijken van hoe loopt dat handmatige proces en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat digitaal beter loopt. Door eigenlijk heel simpel heel veel handelingen eruit te halen en die door de software te laten doen.
Even in de simpelste gevallen, vaak kijken we bijvoorbeeld naar het importeren van de facturen. En dan zie je dat bij een handmatig proces moet ik facturen printen, moet ik ze stapelen, moet ik ze eventueel downloaden vanuit een e-mail of als via de post binnenkomen uit een envelop verwijderen of uit een envelop halen. En het zijn allemaal handelingen om die factuur überhaupt binnen mijn proces te krijgen. Nou, een hele simpele korte klap met Image Capture is dat we eigenlijk gaan koppelen met het e-mailadres waar die facturen op binnenkomen en dat we eigenlijk op die manier ervoor zorgen dat ja, dat stuk al veel geautomatiseerder gaat. En zo gaan we eigenlijk van links naar rechts dat proces vaak door, we automatiseren en we zorgen ervoor dat het allemaal werkt zoals het moet werken. Dat is een heel mooi proces, alleen daar zit wel een... misschien eentje te ver. Dat is een heel mooi proces, alleen daar zit vaak één beperking in. En dat is dat op het moment dat je zo'n proces inzet, we de factuur eigenlijk pas achteraf gaan goedkeuren. Want de factuur komt binnen, we herkennen de leverancier, we doen een voorstel. De medewerker van de financiële afdeling accepteert dat voorstel. En uiteindelijk wordt er dan een boeking aangemaakt in Exact. Die wordt geblokkeerd voor betaling. En die bieden we op de achtergrond aan ter goedkeuring bij bijvoorbeeld... management, directie, inhoudelijk verantwoordelijke, inkopers, et cetera. En dat is nogmaals een heel prima proces. Alleen dat zorgt er wel voor dat eigenlijk natuurlijk de verplichting met onze leverancier al is aangegaan. Nou, we merkten dat steeds meer van onze klanten behoefte hadden om daar ook meer grip op te krijgen, om te voorkomen dat eigenlijk dat soort facturen überhaupt bij ons terechtkomen als organisatie. En om die reden zijn wij in samenwerking aangegaan met het bedrijf dat Argifact heet. En die hebben al jaar en dag een pakket dat heet Shopper. En Shopper is een inkoop- en contractmanagement systeem. En dat geeft eigenlijk ons de mogelijkheid, want we hebben die twee systemen, zijn we samen gaan ontwikkelen tot één groot mooi systeem, waardoor we de mogelijkheid hebben om onze klanten ook juist meer te helpen aan de voorkant van dat proces. Waarbij je door je inkoop- en contractmanagement aan de voorkant gaat vastleggen wat je verwacht en daarna uiteindelijk dan pas de factuur ontvangt, want je gaat pas je verplichting aan als het conform je interne registratie is. Nou, er zijn een aantal uitdagingen die we vaak in zo'n inkoopproces ook tegenkomen. Bijvoorbeeld dat er een grote versnippering is op het gebied van leveranciers. We hebben leveranciers waar we spullen kopen, goederen of diensten. Kopen. En dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk een wildgroei hebben en daardoor geen kostenvoordeel. Dat is iets waar veel van onze klanten ook tegenaan lopen. We weten eigenlijk niet zo heel goed welke afdeling wie wat waar koopt. En om die reden wil je daar meer grip op hebben. Vaak merk je dat contracten slecht geregistreerd worden. Of het staat bij iemand op zijn bureaublad in een documentje. Staat er wel een handtekening onder? Hebben we wel de juiste documenten? Welke goederen of type artikelen of diensten vallen onder zo'n contract? Al die informatie is vaak slecht beschikbaar. Behalve dat het ergens wel op een netwerkschijf staat. Maar niet iedereen weet waar het staat. En het ook heel lastig te controleren is. Want dat zou eigenlijk betekenen, als ik dat niet uit mijn hoofd weet, dat ik elke keer zelf proactief moet gaan kijken. Hoe zit het met dat contract? Nou, daarna zien we ook dat we vaak wel organisaties willen werken met budgetten, maar dat het nadeel van zo'n budget is, en zeker met de procedure waar veel organisaties mee werken, dat dat budget pas wordt uitgeput op het moment dat de factuur wordt verwerkt. Dus op het moment dat ik nu een bestelling doe en ik zit al tegen de rand van mijn budget aan en die factuur die komt een paar dagen later, geeft dat mij soms de mogelijkheid om morgen weer een bestelling te doen, omdat mijn budget dus nog niet volledig is ingevuld. En dit geeft slecht inzicht op de verwachte kosten tot het uiteindelijk dus de factuur wordt verwerkt. Nou, uiteindelijk als die factuur komt, ondanks dat die met Image Capture binnenkomt en digitaal wordt verwerkt, zal je toch altijd een stukje verrijking moeten laten plaatsvinden. Je moet op een manier de software laten weten hoe die factuur geboekt moet worden. Dus factuurcodering, autocodering. Nou ja, dan merk je dat daar toch nog steeds best wel wat handelingen nodig zijn. Zeker voor organisaties waarbij de financiële administratie bijvoorbeeld niet weet hoe de factuur geboekt moet worden, omdat daar iemand anders verantwoordelijk is voor de inhoud. Nou, en uiteindelijk dan, als je dan wel die factuur zo hebt doorlopen, je boekt hem en hij wordt netjes en Exact vastgelegd, dan mis je bij een standaard proces vaak ook nog eens de autorisatie. Want er is aanvullende goedkeuring nodig voor de betaling. Ik wil daarna nog steeds iemand, bijvoorbeeld een directielid of een directeur, laten tekenen voordat die factuur überhaupt wordt betaald.
Nou, uiteindelijk, als je dus in zo'n proces loopt, merk je dat er weinig inzicht is op je hele audit trail, je logging, et cetera, van purchase to pay. Nou, purchase to pay is dan ook precies hoe we dat, wat we vandaag gaan laten zien. Eigenlijk de mogelijkheid om dit proces, of in ieder geval de uitdagingen die je in zo'n proces tegenkomt, om die veel beter te laten lopen en in kaart te brengen, waardoor je als organisatie veel efficiënter kan gaan werken en veel meer tijdwinst behaalt en ook minder fouten creëert. Want ja, eigenlijk ga je ervoor zorgen dat al deze punten worden aangepakt en daardoor komen alleen de facturen binnen die ook op dat moment relevant zijn. Nou, uiteindelijk als we kijken naar dat inkoopproces, dan hoe kunnen wij dat dan automatiseren? Want ik denk dat dat vandaag ook het belangrijkste onderwerp is. Hoe zorg je ervoor, of hoe zorgen wij ervoor in combinatie met Shopper en Image Capture en Exact, dat dat proces veel behapbaarder wordt en veel beter wordt? Nou, allereerst biedt Shopper de mogelijkheid tot volledige contractregistratie en budgetten. Dus de mogelijkheid om in het systeem een contract vast te leggen, daarin artikelen te koppelen, alle communicatie met betrekking tot die contractonderhandelingen vast te leggen en eigenlijk zo te zorgen dat je contract volledig in het systeem staat met de juiste documentatie, maar ook dus juiste artikelen tegen de juiste prijzen gekoppeld. Nou, daarnaast heb je budgetregistratie, de mogelijkheid dus om budgetten, zeer flexibele budgetten vast te leggen die het mogelijk maakt om de organisatie meer inzicht te geven in hun eigen budget, maar bijvoorbeeld ook afdelings- of organisatiebudgetten en ook real-time uitputting. Zeker als we zo meteen wat dieper ingaan op de materie, zal ik laten zien dat je hier natuurlijk veel meer aan de voorkant gaat doen. Je gaat eigenlijk starten met het aanvragen van zo'n factuur, van zo'n bestelling. Dus in plaats van dat ik iets koop en mijn manager hem later goedkeurt als het binnen is, gaat hij vooraf goedkeuren dat ik het überhaupt mag kopen. En dat zorgt ervoor dat we op dat moment ook al gelijk kunnen starten met het uitputten van die budgetten. Dus die budgetten zijn veel meer real-time dan bij organisaties in de huidige situatie. Met ook bijkomend dat die budgetten gewoon in handige tabelletjes en in handige metertjes volledig beschikbaar zijn. Nou, wat naast de contractregistratie en budgetten sowieso altijd is, is dat er een real-time synchronisatie gebeurt tussen de stamgegevens van Exact. Dus Exact blijft de waarheid, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, die kunnen we allemaal gewoon overnemen en inzetten in het shopperproces. Nou, we zorgen ervoor dat er verschillende stappen zijn in dat proces. Bijvoorbeeld het aanvragen van de bestelling of het goederen of dienst. Dat doet echt iemand die dus zelf iets wil hebben. Ik noem even een laptoptas of misschien iets voor de organisatie. Nou, daarna hebben we de mogelijkheid om dat te autoriseren. Dus eigenlijk te zorgen dat een medewerker, bijvoorbeeld de leidinggevende of de budgetverantwoordelijke, of misschien weer een directielid in verband met, de kosten, de hoogte van de kosten, en dat die aanvraag eigenlijk pas geautoriseerd wordt op het moment dat er door jullie wordt bepaald hoeveel mensen er naar moeten kijken. De bestelling, de mogelijkheid om dus echt de bestelling ook nog eens te centreren. Kijk je naar die aanvraag en autorisatie, zou je kunnen zeggen op het moment dat die medewerker iets bestelt, en dat is binnen budget en mandaat, mag het automatisch ook besteld worden. Dus ik vraag wat aan en het wordt eigenlijk gelijk naar mijn leverancier verzonden. Maar je kan ook zeggen als het dus te veel is, als het te veel afwijkt van wat diegene überhaupt mag bestellen, dan moet die geautoriseerd worden. En als dat nog niet voldoet, zou je nog kunnen kiezen om bijvoorbeeld een inkoopafdeling daarna te laten kijken. Dus dan krijg je een derde persoon die ernaar kijkt. Dat lijkt in de praktijk natuurlijk omslachtig, en drie mensen ernaar laten kijken. Maar zeker bij organisaties die koopvoordeel willen behalen, kan dat voordelen bieden, omdat je dan op dat moment iemand nog naar laat kijken met kennis en dan de mogelijkheid heeft om te zeggen van joh, ik combineer of ik splits bestellingen met deze en deze reden. Nou, en uiteindelijk zorg je er ook voor dat je daarna een stukje ontvangstverwerking hebt. Dus de mogelijkheid om nadat die aanvraag, die autorisatie en die bestelling is gedaan, die goederen zijn echt besteld bij die leverancier, die worden dan ook vervolgens geleverd bij kantoor, de ontvangstregistratie te doen. En die ontvangstregistratie kan centraal en decentraal. Dus je zou ervoor kunnen kiezen dat zo'n laptoptas die iemand bestelt ook echt op het bureau wordt gelegd van diegene en dat die zelf in Shopper aangeeft van ik heb hem ontvangen. Maar voor andere diensten of algemenere goederen voor de organisatie zou je ervoor kunnen kiezen dat bijvoorbeeld het magazijn daar verantwoordelijk voor wordt. Maar dat zijn allemaal keuzes die allemaal vallen en staan met jullie keuzes en de inrichting. Maar dat is ook de kracht van Shopper, de flexibiliteit, hoe je met redelijk weinig handelingen dit kan inrichten. En vaak zie je dat er wordt gekozen van een soort van basislijn. We gaan starten op een bepaalde manier en gaandeweg gaan we dat fine-tunen afhankelijk van jullie wensen. Nou, uiteindelijk als je dat proces helemaal hebt gekaderd, dan wil je natuurlijk gaan focussen op de verschillende stappen. En dan begin ik even bij die aanvraag, want daar zit vooral de meeste flexibiliteit, want daar ontstaat alles. En zo'n medewerker, die kan eigenlijk op drie manieren zo'n aanvraag registreren.
interne catalogi. De mogelijkheid om eigenlijk aan de voorkant vast te leggen namens de organisatie welke artikelen zo'n medewerker mag bestellen. Dus als ik bijvoorbeeld een hele grote lijst met artikelen vanaf een leverancier kan importeren, dan is dat geen probleem. En dan kan je zeggen, joh, ik kader deze artikelen voor die specifieke medewerker. Je hebt de vrije aanvraag. Nou, het zegt het al een beetje, vrije aanvraag. Gewoon puur de mogelijkheid om zelf te bepalen welke aanvraag je doet en die ook helemaal handmatig te verrijken. Voor uitzonderingen of voor individuele aanschaffen die niet in een standaard tabel gegoten kunnen worden. En webshop koppelingen. Misschien wel even de meest uitgebreide in de vorm dat je dus via Shopper met een webshop een link kan leggen. Bepaalde webshops die moeten wel een bepaalde techniek, dat heet OCI, ondersteunen. En op het moment dat je zo'n koppeling legt met zo'n webshop, heb je de mogelijkheid om real-time naar die webshop toe te gaan vanuit Shopper, vanuit het inkoopmanagement systeem. En daar die hele webshop gewoon te raadplegen zoals je dat gewend bent. Alleen in plaats van aan het einde dan een iDeal of een creditcardlink, schiet die informatie automatisch terug naar het inkoopsysteem. Waardoor je dan op dat moment weer die verrijking en doorlopen in Shopper kan laten plaatsvinden. Een heel mooi systeem, ga ik straks ook laten zien. Nou. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat als die hele aanvraag, autorisatie, et cetera is gedaan, dat er dus direct inzicht is in budgetuitputtingen, status van bestellingen. Zowel de leidinggevende als de aanvrager kunnen zelf zien waar ligt die bestelling, hoe ver is die. En eventueel de mogelijkheid om dus deel- en ontvangst en deelontvangsten te verwerken. En uiteindelijk, op het moment dat dan die factuur komt, want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel, dan kan je via Image Capture alles importeren. En vanuit Image Capture kunnen we er dan voor zorgen dat zowel de facturen gewoon als kostenfacturen kunnen worden geboekt. Overhead, ik heb geen registratie in Shopper, maar ik wil hem toch boeken. Eventueel de match met een eventuele inkoopfactuur uit Shopper. Het voorbeeld van de laptoptas net, zodat als die factuur komt, ik hem automatisch kan matchen met die openstaande bestelling uit Shopper. Maar ook voor organisaties die exact inkooporders gebruiken, de mogelijkheid om daar mee te matchen. Dus Image Capture kan real-time tussen die verschillende systemen switchen om te zorgen dat de factuur op de juiste manier wordt geboekt en gematcht. En als die match dan plaatsvindt, dan hebben we het altijd over een three-way match, waarbij we dus de mogelijkheid hebben om zowel als op aantal ontvangen, aantal besteld, aantal ontvangen, aantal gefactureerd en prijs te matchen om te vergelijken of hetgene wat we nu gefactureerd krijgen ook overeenkomt met hetgene wat we verwachten. En dat resulteert eigenlijk met een direct aanmaken van de boeking in exact loop. De mogelijkheid om hem dan nog te blokkeren voor betaling. Maar op het moment dat er een match is met de bestelling, automatisch die factuur dus te deblokkeren, zodat die betaald kan worden. Want ja, we hebben de aanvraag aan de voorkant goedgekeurd, dus hoeven we hem niet meer aan de achterkant goed te keuren. Nou, uiteindelijk als er toch facturen komen waar het nodig is om facturen te viateren, dan is er een zeer uitgebreide viateringsmogelijkheid binnen Image Capture Workflow, met de mogelijkheid om ook een factuurarchief met een beschikbaar factuurarchief. Nou, dat gaan we straks allemaal laten zien. Het is even wellicht wat veel informatie zo aan de voorkant, maar het is altijd even een toelichting van het proces. Uiteindelijk zorgt de Shopper er gewoon voor dat je een veel behapbaarder en veel controleerbaarder systeem hebt. Nou, dan gaan we nu over naar de demo. Daarvoor gaan Rogier en ik onze camera's uitzetten. En dan komen we op het punt waar we de software gaan laten zien. Net was even de introductie. We gaan nu over tot het demonstreren van de software. Nou, we beginnen hier even met mijn demo-omgeving. Ik heb hier Exact openstaan. Nou, daar gaan we zo meteen in kijken. Ik heb Image Capture openstaan. Dat zullen we ook zo meteen bekijken. En we hebben hier zo Shopper openstaan. En wat je eigenlijk ziet is dat Shopper via een browser benaderd wordt. Het is daarin wel een lokale applicatie die dus zelf wordt gehost of op de server staat. Maar geeft dus wel de mogelijkheid voor de medewerker om hem te benaderen via de browser. En vervolgens heeft zo'n medewerker de kans om in te loggen. Nou, om even de situatie te schetsen die ik vandaag ga laten zien, heb ik twee medewerkers. De ene medewerker heet Verkoop. Nou, daar hadden we ook een naam kunnen zetten, Rogier of Vinson. Dat maakt voor het voorbeeld even niet uit. Maar daar willen we eigenlijk aangeven de medewerker die verantwoordelijk is voor de aanvraag. Dus dat is in dit geval een medewerker Verkoop bijvoorbeeld. Dus die niet de afdeling Verkoop, maar het is de medewerker Verkoop. Nou, dan hebben we daarnaast ook de medewerker ShopAdmin. In ShopAdmin, dat is in dit geval een medewerker met twee rollen. Aan de ene kant is dat de manager van de medewerker Verkoop. Dus die heeft ook inzicht in
alles wat de medewerker verkoop doet, maar gaat ook straks zijn aanvraag goedkeuren. Maar hij is ook nog eens, hij of zij is ook nog eens de leidinggevende van de medewerker verkoop. Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk op die manier ook het autorisatieproces, het leidinggevende van de medewerker verkoop en de admin van de software. Dus die heeft ook dan op dat moment de mogelijkheid om het beheer te doen. Dus die zal ook veel meer kunnen zometeen. Even als voorbeeld, kijk ik dan als die medewerker verkoop, dan zal je zien dat op het moment dat ik inlog, dat ik een overzicht krijg van al mijn mogelijkheden. En die hebben we eigenlijk opgedeeld in twee stappen, in twee flows, namelijk de to-do flow en de status flow. En de to-do flow, dat zegt het al, hetgene wat ik kan doen, en de status flow, hetgene waar ik inzicht in heb. De mogelijkheid dus om te zien waar op dat moment mijn aanvragen liggen of waar ze op dat moment ter goedkeuring liggen. Nou, we zullen er zo meteen als shopadmin inloggen en dan zal je zien dat hier veel meer informatie staat. Uiteindelijk, op het moment dat we hier het proces hebben, dan zal je zien dat we ergens moeten starten. En dat doen we bij de aanvraag. Nou, ik kan of hier beginnen met een nieuwe aanvraag, of ik kan bijvoorbeeld verder gaan met het winkelmandje dat ik ooit al eens een keer heb behandeld. En dat gaan we in mijn geval ook doen. En dan zien we hier dat we in ons mandje, ons digitale mandje, een aantal artikelen hebben staan, zoals een bureaustoel, een bloemen en twee vertalingen van een bepaald document. En dit mandje is nog niks anders dan een registratie. Dus mijn leveranciers zijn nog niet op de hoogte dat ik dit wil bestellen. Het is puur en alleen intern voor mijzelf dat ik dit alvast in mijn mandje heb gezet. En dat mandje is gebouwd naar aanleiding van de verschillende manieren dat je dat kan vullen die ik eerder noemde. Bijvoorbeeld de interne catalogie, die heb ik hier. De mogelijkheid dus om echt gewoon te zeggen van joh, laat mij eens de artikelen van mijn leverancier Edwin zien. En dan zien we daar dat bloemetje staan die we hier hebben voor dat bedrag. We hebben hier zo stapels. Nou, daar zullen we dus hebben we ook de bureaustoelen en eventuele ringbanden. En dat zijn dus die interne artikelen die aan de voorkant al eens een keer geregistreerd zijn. Nou, naast dat we die dus weer kunnen selecteren om dat mandje hier te vullen, hebben we ook de mogelijkheid dus om een extern artikel te behandelen. De mogelijkheid dus om vanuit hier te zeggen van oké, ik heb bijvoorbeeld een artikel van de relatie van Dijk Zakelijk. Dat is een van die externe webshops die we hebben gekoppeld. Ik heb hier als voorbeeld Technische Unie van Dijk Zakelijk. Het maakt even niet uit welke ik kies, maar dat geeft mij dus de mogelijkheid om daarop te klikken. Waardoor ik automatisch in de browser naar de website ga van die leverancier. En ik, zoals ik dat gewoon gewend ben, ook door dat systeem heen kan lopen. En zo'n boek kan gaan bestellen. Dus ik doe dat echt vanuit de perceptie alsof ik daar normaal gewoon op die webshop zit. Want er is eigenlijk ook niks anders. Ik voeg dat boek toe en ik zie vervolgens dat erin staat. Wil ik om wat voor reden ook nog een ander boek erbij, dan kan dat. Dus ik heb altijd de mogelijkheid om gewoon een boek te zoeken gebaseerd op alle informatie die er beschikbaar is. Nou, stel ik zeg ook ik wil dit boek ook nog wel eens bestellen. Dan zeg ik ook gewoon bestellen. En dan zie je dat er op dat moment twee artikelen in mijn mandje staan die ik kan beheren. Uiteindelijk, wat er ook gebeurt, kies ik voor verder met bestellen. De boeken zijn geselecteerd, die twee wil ik hebben. Hij slaat aanvullen, bestelgegevens, bestelinformatie slaat hij over. Dat heeft ermee te maken dat die gegevens natuurlijk door de koppeling al worden gevuld. Dat is juist de kracht van die koppeling. Ik hoef alleen de bestelling te controleren en ik kies dan voor de bestelling afronden. En eigenlijk wat er gelijk gebeurt is dat de software aangeeft bedankt voor uw bestelling. De bestelling wordt over enkele seconden naar uw inkoopsysteem gestuurd. Dus in plaats van dat ik hier een iDeal of een creditcard link krijg, worden de informatie overgeërfd naar shopper. En hoef ik eigenlijk niks anders te doen dan hier rechts te kijken en mijn mandje gevuld zien worden. En de kracht hiervan is dat Van Dijk Zakelijk dus ook nog steeds geen bestelling van ons heeft. Het is puur en alleen dat we dat real-time, dat artikelbestand van Van Dijk Zakelijk hebben geraadpleegd om ons systeem te vullen. Nou, ik kan ook de vrije aanvraag doen. De mogelijkheid dus om zelf eentje helemaal op te bouwen. Gaan we nu niet te veel doen, maar dit geeft mij de mogelijkheid om dus zelf een artikel erin te zetten of een dienst gebaseerd op informatie die ik misschien zelf weet, iets wat we nooit hebben besteld of wat bij een organisatie waar standaard artikelen gewoon niet werken. En in mijn geval kiezen we er ook even voor om nog de laatste versie van die vertaling in het Frans mee te geven en in het mandje te zetten. Dus ondanks dat ik verschillende leveranciers heb, zie je dat ik dat hele systeem heb gevuld. Ze staan allemaal in hetzelfde mandje. Ik kan ook zeggen van joh, dat ene boek wat ik er later aan toevoeg, dat hoeft alsnog niet. En zo creëer ik het perfecte mandje. En nu komt het punt dat we gaan zeggen oké, bevestigen aanvraag. Dan vraagt hij of ik nog één keer gebaseerd op leverancierscheiding wil kijken naar die verschillende artikelen die ik ga bestellen.
En dan moet ik op dat moment ervoor kiezen om het definitief aan te vragen. En op het moment dat ik dat doe, dan gaan eigenlijk pas op de achtergrond de tellers lopen. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat kijken, heeft de medewerker verkoop nog genoeg budget? Heeft de medewerker verkoop nog genoeg mandaat? Mag hij überhaupt wel bedragen of artikelen van dit soort bedragen bestellen? Wat zijn de management of de goedkeuringsflows die zijn toegepast? En wat zijn de eventuele inkoopflows die zijn toegepast? Dus hij gaat dan helemaal toetsen tegen de inrichting van Shopper. Om te bepalen wat moet er met deze artikelen gebeuren. Dat doet hij voor alle artikelen los. Dus zometeen zullen we zien dat die bloemen, die zijn niet zo duur. Die vallen dus in dat geval ook binnen mijn budgetmandaat. Sorry, mijn bestelmandaat. En dat geeft dus de mogelijkheid om die eigenlijk rechtstreeks langs die goedkeurder te sturen. Die hoeft helemaal niet naar die manager toe. Die mag gewoon gelijk naar de afdeling inkoop die er in mijn geval nog even wat van moet vinden. Maar zo zorg je ervoor dat er dus volledig dynamisch gebaseerd op het artikel of de prijs de juiste medewerkers ter autorisatie worden geselecteerd. Dus we komen ook terug in het overzicht en daar zie ik eigenlijk de twee tegeltjes actieteken bevoegd en bestel nu gevuld met een aantal getallen. En het is een statusflow, dus ik kan daar ook echt op klikken en dan ook inzicht krijgen in wat er aan de hand is. Ik zie dat deze bijvoorbeeld van de relatievertaalbureau zijn en deze van Staples. Die zijn dus blijkbaar om wat voor reden ook te duur. En daarom zijn ze dus nu naar de status actieteken bevoegde. Dus de medewerkers die moeten daarnaar gaan kijken, een medewerker moet daarnaar gaan kijken omdat ze blijkbaar te veel afwijken van mijn budget, mijn mandaat, et cetera. Deze staan wel ter bestelling. Dat is dat boek en de bloembinderij Edwin Bloemen. Omdat die dus op dat moment binnen mijn mandaat vielen. Nou, de medewerker verkoop is in mijn voorbeeld klaar. Die heeft gewoon zijn aanvraag gedaan. Ik heb dat puur even zo simpel gedaan, omdat ik heel wil laten zien dat voor die medewerker moet het zo laagdrempelig mogelijk zijn om die bestelling de deur uit te doen. Om eigenlijk aan te geven, ik wil dit hebben en daarna te wachten tot er wat mee wordt gedaan. Dus in het voorbeeld gaan we dan ook uitloggen en over naar de medewerker shopadmin. Want dat was dus niet alleen de administrator, de beheerder, maar dus ook de leidinggevende van de medewerker verkoop. En eigenlijk het eerste dat dus opvalt, is die veel uitgebreidere to-do flows. De mogelijkheid dus om mijn eigen to-do flow te doorlopen. Mijn statusflow en puur vanuit deze rol ook nog eens de mogelijkheid om te kijken naar managementflows, offerteflows, contractflows en ook de directe uitputting van dat soort zaken zoals budgetten en contracten. Dus gaan we straks nog even naar kijken, maar ik wil nu even vanuit het proces vanuit de verkoop weer verder. Maar weet dus dat dit echt een hele uitgebreide view is, omdat dus die dubbelrol voor die medewerker van toepassing is. De belangrijkste in dit geval voor het verhaal zijn de to-do flow en de status flow, want die zijn wel echt gebaseerd op die managementfunctie. De medewerker shopadmin heeft zelf de mogelijkheid om een aanvraag te doen, maar is vanuit zijn leidinggevende rol ook de tekenbevoegde van de medewerker verkoop. En dan zie je hier door de streepjes dat dit dynamische stappen zijn. We kunnen deze stap actietekenbevoegde overslaan als die aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld de bloemen en het boek, die waren dusdanig laag in prijs dat ze dus die stappen hebben overgeslagen en dat ze direct terecht zijn gekomen bij de afdeling inkoop. We hadden ook kunnen zeggen dat die afdeling inkoop ook overgeslagen had mogen worden. Dat als die medewerker verkoop die aanvraag van dat boek had gedaan en dat had allemaal binnen budget, binnen mandaat gevallen, dat die automatisch naar Van Dijk zakelijk was gegaan voor die bestelling. Nou, uiteindelijk vanuit deze medewerker shopadmin willen we dan ook stappen gaan doorlopen. We gaan bijvoorbeeld eerst even kijken naar de aanvragen die we hier hebben staan. Nou, de vertaalbureau aanvraag, de vertaling van die drie. Van het document naar die drie verschillende talen. En de stoel. Nou, allereerst kijken we even naar die stoel. Want we zien hier door het rode vlaggetje dat deze is gestuurd op het budget. Dus omdat die medewerker geen budget heeft, mag hij deze stoel niet bestellen. Of in ieder geval dat het budget op is, komt hij op dat moment terecht. Je kan ook direct de budget impact opvragen. Daar staat bij mij geen budget nu gekoppeld, maar dat geeft dus wel de mogelijkheid om dat te doen. Het kan ook mandaat zijn. In ieder geval, er is iets aan de hand met die boeking, waardoor die niet mag. Uiteindelijk, wat er ook gebeurt, ik kan hem accorderen, afkeuren. Ik kan eventueel de boekingsitems wijzigen. Dus ik heb nou op dat moment de mogelijkheid om andere kostenplaatsen, kostendragers of projecten te selecteren. Maar uiteindelijk, in dit geval, wil ik zeggen afkeuren. Want ik moet ook verplicht een opmerking geven. Er is wat aan de hand. Bijvoorbeeld, ik vind deze stoel is te duur.
en ik kies voor afkeuren. Dus we hebben in dat geval aangegeven vanuit de leidinggevende rol, die stoel is te duur. Hij verdwijnt uit mijn actietekenbevoegde. Ik heb alleen nog die vertaalbureaubestelling eruit staan. Dus ik heb bij die ene bestelling nu afgekeurd en bij deze bestelling gaan we goedkeuren. Maar ik heb wel de mogelijkheid om te zeggen van oké, wil ik vanuit mijn rol nog wat informatie meegeven? Bijvoorbeeld dat de bestelwijze telefoon is, dat die ZSM moet worden geleverd en dat ik eventueel als opmerking kan zeggen let op extra of een opmerking intern vanaf bijvoorbeeld oktober geen Frans meer in verband met. Dus zo geef je de mogelijkheid om binnen het systeem ook opmerkingen te vermelden en opmerkingen intern. Dus een opmerking gaat naar extern, opmerking intern is puur voor je collega's. Nou, we kunnen de boeking nog aanpassen. Dus als ik op dat moment zeg dat ik deze boeking wil wijzigen en zeg hier moet ook nog eens een project aan worden gekoppeld, dan kan dat. Met uiteindelijk natuurlijk het doel om die bestelling te accorderen. Ik heb de mogelijkheid om al die verschillende informatievelden, zoals de artikelen, ook weer door te klikken. Dat gaan we nu niet doen, maar weten dus als er documenten gekoppeld zijn, autorisatieflows of eventuele detailinformatie in zo'n artikel, dan kan je dat allemaal opvragen. Je ziet nu dat ik echt inzoom op dat artikel met daarin alle verschillende velden. Dat gaan we nu even niet doen, maar dat gaat echt heel ver en dat zorgt ervoor dat zo'n medewerker altijd de juiste beslissing kan maken, gebaseerd op de informatie die voor hem of haar beschikbaar is. Nou, uiteindelijk kiezen we voor accorderen, want deze aanvraag vinden we wel goed. En dan merk je dat hij even moet nadenken, maar op dat moment zegt hij, we zijn klaar. We hebben geen aanvragen meer staan. Dus die stoel, die is geannuleerd. De vertaalbureau, die is geaccordeerd. Die mag wel, die willen we wel bestellen. Of in ieder geval de leidinggevende vindt dat die mogen worden besteld. Nou, en in mijn rol hebben we toen ook nog eens besloten dat er een inkoper naar moet kijken. Maar ik wil dus aangeven, dit is dus iets wat je volledig dynamisch kan inrichten. Je zou ervoor kunnen kiezen om dus die bestelling ook volledig automatisch te laten gebeuren op het moment dat die autorisatie van die vorige medewerkerrol heeft plaatsgevonden. Nou, ik klik op bestellen. Ik zie daar, of te bestellen, ik zie dat vanuit, ik ben nu natuurlijk de medewerker shopadmin, maar dat is in dit geval ook even de inkoper. En dan zie je dat ik die drie bestellingen, die bloemen van Dijk Zakelijk en Vertaalbureau heb staan. En afhankelijk van alle verschillende variabelen zie je dan ook al standaard velden gevuld. Bijvoorbeeld de ontvanger, onderwerp is bestelnummer. Alles zien we hier dat er direct via de mail, omdat Van Dijk Zakelijk wil blijkbaar altijd onze bestelling via de mail. Dan kan ik vanuit hier gelijk de juiste mailgegevens meegeven. Dus de tekst, het onderwerp, de BCC, CCC, eventuele verzender geeft mij direct de mogelijkheid om dat boek te bestellen. Bloemetje hetzelfde, ook daar weer alle velden relevant. Dat is ook allemaal beschikbaar. We zien wie de besteller is. Eventuele aanvraagregels. Zo kan je er weer helemaal doorheen. Ongeacht wat er gebeurt, je wil uiteindelijk zorgen dat zo'n bestelling gewoon goed in het systeem staat. Ik heb hier bijvoorbeeld dan die bestelling van Vertaalbureau. Staat er helemaal in. We zien de opmerking natuurlijk erbij gevuld. Ik kan vanuit de medewerker inkoop ook nog eens een contract toevoegen. Nogmaals, rol en rechten hangt er gewoon af hoe je dit inricht. Misschien meestal een inkoper daar veel beter zicht op dan de rest van de organisatie. Dus die zou nog kunnen zeggen van joh, ik wil hem op dat moment liever tegen een contract bestellen. Ik kan ook zeggen op de individuele regel dat ik ze loskoppel of bijvoorbeeld ze op regelniveau afkeur. Dus dat is ook weer mogelijk. Nou, ongeacht wat er gebeurt, je klikt uiteindelijk op bestel en print. En bestel en print heeft eigenlijk twee acties. Aan de ene kant is het de bestelactie. Je gaat namelijk echt de aanvraag bij je leverancier neerleggen. Zorgen dat hij dus in dit geval de bestelling krijgt van ons. En dat ze ook weten van joh, dit willen jullie geleverd hebben. En afhankelijk van de bestelwijze bepalen we ook hoe we dat gaan sturen. Dus ik heb nu telefoon geselecteerd omdat ik bijvoorbeeld via de telefoon die bestelling bij hun heb vastgelegd. Maar je kan ook zeggen e-mail. En op het moment dat je e-mail doet, kan je er dus voor kiezen om dus automatisch ook die bestelling via de mail te bestellen. Je zou zelfs kunnen zeggen e-mail en telefoon. Dat je toch even belt van joh, ik wil dit bij je hebben als leverancier. Maar dat we daarna, als we de bestelling definitief aanvragen, ook alsnog even de mail sturen met op dat moment de inkooporder. Dus allemaal rol en rechten, of allemaal qua inrichting met jullie te bepalen. Uiteindelijk kies je bestel en print. De software gaat nu dus in mijn voorbeeld ook echt die bestelling eruit sturen. En hij creëert dat bestelformulier. Het overzicht van wat er precies besteld moet worden. Nou, dat is een bestelformulier bij mij redelijk simpel. De mogelijkheid om wel natuurlijk de opmerking en de ter attentie van hebben we hier beschikbaar. We hebben de drie verschillende artikelen en we hebben natuurlijk vooral het belangrijkste, dat ordernummer.
Dus dat ordernummer geeft mij ook inzicht in dat ik naar aanleiding daarvan uiteindelijk ook een factuur wil ontvangen. En dat is gewoon een kwestie van goede afstemming doen met je leverancier. Maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er dus nu een bestelling in het systeem staat. De bestelling is vanuit de verschillende routes doorlopen. En we zien uiteindelijk dat er nu nog twee te bestellen staan, die bloemen en dat boek. We zien dat er nu één nieuwe bij te ontvangen staat. En dat klopt, want dat is die vertaalbureau, want die bestelling is echt de deur uitgedaan. En nu verwachten we dat die dienst of goederen worden geleverd. Nou, vanuit mijn rol shopadmin kan ik dat voor die medewerker bestellen. Alleen in dit geval ga ik even terug naar de medewerker verkoop om vanuit die rol de ontvangst aan te melden. En dat doe ik eigenlijk om twee redenen. Reden 1, omdat we nu ook namelijk in dat winkelwagentje een eentje zien staan. Dus ik heb twee eentjes, een winkelwagen en te ontvangen. En om te ontvangen is duidelijk, dat is die vertaalbureau. Maar wat is dan dat winkelwagentje? Dat is namelijk die stoel. En die stoel, die wordt dus ook hier aangegeven van, joh, er staat een slotje bij. Deze mag jij niet bestellen. We kunnen ook niet de aanvraag opnieuw indienen, tenzij we op dat moment ervoor kiezen om iets te gaan doen. Dus ik zie hier, deze stoel is te duur, graag goedkoper. Nou, dan ben ik verplicht om te zeggen opmerking gezien. En op dat moment kan ik weer verder en zie ik bevestiging aanvraag. Want misschien kan het wel zijn dat het inderdaad zo is dat ik een andere stoel moet geven. Maar misschien kan ik een toelichting intern geven in verband met mijn rug dure stoel. Nou, dat kan een hele goede reden zijn en de manager kan dat toevallig even vergeten zijn. Maar op die manier zorg je ervoor dat er communicatie plaatsvindt. Ik heb de mogelijkheid om er even een bijlage toe te voegen en zo kan je hem eventueel weer opnieuw die flow doorzetten. Nou, voor nu laten we hem even staan, maar ik wilde even laten zien dat dat natuurlijk op die manier weer wordt teruggezet. Komt automatisch terug bij die medewerker, je moet er wat mee doen. Nou, te ontvangen, heel duidelijk. Daar gaan we natuurlijk de goederen ontvangen. In mijn geval ging het om een vertaling van de relatie vertaalbureau. Die hebben een document vanuit Nederlands naar Duits, Engels en Frans vertaald. En nu kan ik eigenlijk aangeven, heb ik die vertaling volledig ontvangen? Zeg ik bijvoorbeeld geheel ontvangen? Of heb ik hem in delen? Of is die foutief geleverd? Uiteindelijk bepaalt dat natuurlijk je proces. Wat gaan we ermee doen? Voor nu kiezen we om bijvoorbeeld te zeggen geheel ontvangen. Maar voordat ik dat doe, heb ik de mogelijkheid om ook nog een beoordeling achter te laten. Beoordeling heeft ermee te maken dat omdat je natuurlijk binnen Shopper ook heel veel kan doen met contractregistratie, kan het relevant zijn om ook bij te houden hoe je leveringen waren. Want zeker als je een organisatie hebt met veel verschillende afdelingen die bij dezelfde leverancier bestellen, zou er een keuze kunnen worden gemaakt gebaseerd op die bestellingen. Of je op dat moment wil zeggen van, ik wil die leverancier beoordelen. En die beoordeling heeft namelijk te maken met een stukje dossiervorming. Je kan namelijk binnen Shopper aangeven door heel simpel puntensysteem, hier met sterren. En die redenen, dus die detailredenen, die bepalen jullie zelf. Bijvoorbeeld in dit geval geef ik een 1, hier geef ik een 5. Hier geef ik een 2 en daar ook een 1. En afhankelijk eigenlijk van wat er gebeurt, komt daar een soort gemiddelde uit. Want dat kan natuurlijk te maken hebben met een reden en de toelichting daarbij. En ik kan nog aangeven dat die moet worden ingezien door de inkoop of dat die is besproken met de leverancier. En dat is, waarom is dat relevant? Zeker als je twee partijen hebt waar je vaak dezelfde goederen bestelt, dan kan het zijn dat de ene leverancier heel snel is, maar vaak slechte kwaliteit levert. En de andere leverancier is wat langzamer, maar levert goede kwaliteit. Dan kan het aan het einde van het jaar, gebaseerd op die verschillende beoordelingen, een heel mooi overzicht creëren om te bepalen met welke leverancier gaan we verder. Of moeten we die leverancierafspraken strakker trekken om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Nou, ook deze hebben we opgeslagen. En hij klopt. Die staat nu bij beoordeling. Die zullen we opbouwen en in dit geval kiezen we ervoor om de bestelling geheel te ontvangen. Dus nogmaals, die beoordeling voor deze individuele aanvraag is niet zo spannend. Het gaat erom dat die dus voor de organisatie breed wordt vastgelegd. Nou, de bestelling is ontvangen. Dat betekent dat er nu facturen moeten worden ontvangen. Die heb ik in dit geval omwille de tijd alvast klaargezet. Dat is een andere bestelling die ik ook al eerder heb gedaan. En dan komt het moment dat we in Shopper klaar zijn en dat de facturen binnenkomen via Image Capture. En Image Capture is dus eigenlijk het centrum waarbij die facturen binnenkomen en we dynamisch gaan bepalen gebaseerd op het type factuur bij welke factuur deze hoort. En Image Capture geeft op dat moment een voorstel gebaseerd op alle informatie die je kan vinden. Ik heb hier de relatie Afnet en die heeft mij een factuur gestuurd en die informatie kunnen we ophalen. En we zien ook dat die wel laat zien dat er in dat geval bestellingen vanuit Shopper beschikbaar zouden moeten zijn. Maar om wat voor reden ook hebben we de match niet kunnen maken. Als we hier zouden we dus ook bijvoorbeeld bestellingen uit
Exact kunnen hebben. Dus de mogelijkheid om bestellingen ontvangsten vanuit het inkoopsysteem van Exact real-time te raadplegen. Dan kunnen we volledig dynamisch bepalen naar wie moet deze factuur, waar moet die gematcht worden en welke bestelling hebben we in het systeem staan. Omdat ik hier nu geen bestelling van Shopper ga selecteren, wil ik op dat moment nog steeds dat die vanuit de workflow achteraf wordt goedgekeurd. We zorgen ervoor dat die nooit zonder enige vorm van goedkeuring het systeem inkomt. Nou, de kopdata is herkend, eventuele regeldata, maar dit is meer even een voorbeeld waar we 7x drukken. Nou, bij de volgende factuur zien we de allereerste herkenbare partij, vertaalbureau. Daar hebben we natuurlijk net die bestellingen gedaan. Maar we zien dat hij geen regelinformatie heeft opgepakt en dat hij hier ook aangeeft dat er geen bestelling of contract gevonden is. En dat heeft ermee te maken dat hij wel snapt dat er dus een bestelling en contract in Shopper staat voor deze leverancier, maar dat onze leverancier is vergeten dat bestel- of contractnummer te vermelden. Op het moment dat een leverancier dat wel op de factuur stuurt, kunnen we automatisch ook de match maken. Dus de software gaat zelf binnen de brei met data die factuur is op zoek naar dat bestelnummer of naar dat contractnummer. Dus in dit geval moet ik hem even een handje helpen en geven van joh, ik weet zeker dat het deze bestelling is. En dan klik je erop en wat zie je dan eigenlijk gebeuren? Dat hij automatisch die informatie uit Shopper haalt en dat we nu echt op regelniveau ook die verschillende orderregels beschikbaar krijgen. En ook die tweede order die we net hebben aangemaakt. De datum, de omschrijving. Eventuele projecten die we eraan toe hadden gevoegd, kostenplaatsen, alle grootboekrekeningen worden allemaal automatisch ingevuld. Puur en alleen omdat we aan de voorkant die veel betere registratie hebben gedaan. Nou, en zo kunnen we eigenlijk zeggen van nu klopt die naar wens. En dan zie je dat ook die workflow automatisch wordt overgeslagen met hetgene wat wij noemen systeemakkoord. En het systeemakkoord is dus de mogelijkheid om een factuur automatisch of dynamisch goed te keuren, gebaseerd op de match met die openstaande bestelling. Dat kan 100% zijn of de door jullie vastgestelde marges. Waarna uiteindelijk die dus zo meteen wordt aangemaakt, geblokkeerd en automatisch wordt gedeblokkeerd omdat de factuur volledig klopt. Ook daar weer 7x. Nog een andere factuur. Deze heeft niks te maken met Shopper, ook niet met Exact inkoop. Dus je merkt gewoon dat is een kostenfactuur. Die willen we niet zomaar doorheen laten glippen. Dus daar kiezen we ook echt voor de goedkeuren door Klaas en Piet. En ik zie hier een dubbele factuurcontrole, wat mij met één druk op de knop de mogelijkheid geeft om die factuur uit Exact op te halen en te controleren of dit inderdaad een dubbele factuur is. Of dat het in dit geval een unieke factuur is. Nou, in dit geval is het een dubbele factuur. Deze is al eens een keer op 21 maart geboekt. Dus klik ik delete en zeg ik bijvoorbeeld dubbel. Dan ga ik naar de volgende. En dat is de dynamiek van Image Capture. Ik heb ze niet hoeven importeren, ik hoef ze niet te exporteren. Ik ga gewoon me focussen op hetgene wat relevant is, namelijk het verwerken van de factuur. En dat zorgt ervoor dat het juiste resultaat straks in Exact staat. Dan hebben we de laatste factuur. Dat is weer een voorbeeld van een factuur, gewoon een standaard factuur, een kostenfactuur. Maar we hebben hier wel heel veel regels. Het gaat hier namelijk om een leasefactuur. Nou, in mijn geval staat er geen registratie van het leasecontract in Exact, in Shopper. Maar daarom laat ik deze ook even zien. Dit zou natuurlijk een hele mooie factuur zijn waarbij je de registratie in Shopper doet. Zodat als die factuur komt, nu moeten we zeggen van ja, maar ja, hij moet nog naar Linda de manager. Want zij is verantwoordelijk voor het wagenpark. Dus moeten we nog laten goedkeuren. Want we weten eigenlijk niet zeker of dit klopt. Maar op het moment dat je zo'n contract vastlegt, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om dat wel te doen. En dan zorg je ervoor dat dit soort velden die hier automatisch al zijn gevuld, nu ook te maken met de UBL-factuur, maar dat die ook natuurlijk gecheckt zijn. Dat ik ook zeker weet dat de bedragen conform onze verwachting zijn. Nou, hier is het dus een UBL-factuur en één factuur, de XML of UBL komt dat binnen, die kunnen we ook importeren. En dat zorgt ervoor dat die op de juiste manier binnenkomt. Nou, ook daar weer 7x. De facturen gaan allemaal naar Exact toe, dus dat resultaat dat gaan wij ook bekijken. In het inkoopboek zien we dat de eerste drie zijn geland, of tenminste de eerste twee, en die dubbele factuur die dus al eerder was geboekt. En de factuur van Pon Auto zal zo meteen ook binnenkomen. En we zien dat als we de boeking bekijken, dat die netjes aangemaakt is zoals we hem hadden verwacht, zoals we hem vanuit Shopper al mee hebben gegeven met de juiste kostenplaatsen en projectcodes. En waardoor we ook direct de bijlagen beschikbaar hebben met de factuur, met de blokstempel van vandaag en op de tweede pagina een zeer uitgebreide audit trail. Waarbij we echt aangeven dat deze factuur het systeemakkoord heeft gekregen, omdat het gaat
om een shopperfactuur en is automatisch goedgekeurd omdat er in dat geval geen afwijkingen waren over de drie verschillende regels. Nou, dit zijn die waardes, die grenswaardes, die kunnen jullie dus zelf bepalen. Maar goed, dat is even voor een, mochten jullie daar interesse hebben, kunnen we daar altijd nog wat meer over toelichten later. Maar dit zijn de waardes die dat bepalen. En om deze reden is die dus volledig goedgekeurd. En dan zal je ook zien dat op het moment dat je naar zaken gaat, zoals bijvoorbeeld een cashflow. Dat we alle boekingen zien staan. En dat we ook zien dat deze twee, die dus nog in dat geval nog niet waren goedgekeurd, of die nog niet waren geregistreerd in Shopper, waar we echt hadden te maken met een kostenfactuur, die staan nog geblokkeerd voor betaling. Er staat nog een vinkje, want die moeten dus achteraf goedgekeurd worden, omdat we geen voorregistratie hebben. En die factuur van vertaalbureau, die is gedeblokkeerd, want daar hadden we natuurlijk de Shopper match. Nou, dat is eigenlijk het proces voor het inkoopmanagement stuk van Shopper. De mogelijkheid om dus de aanvraag, de ontvangst, of sorry, de aanvraag, de autorisatie en de ontvangst volledig te digitaliseren. Eigenlijk vooraf te doen. Dus in plaats van dat je achteraf de factuur goedkeurt, ga je vooraf de aanvraag goedkeuren. Zorgt voor veel meer grip, veel meer voorspelbaarheid. En de mogelijkheid dus om ook met Shopper je inkoopmanagement veel uitgebreider vast te leggen. Nou, ik heb het net al even laten zien. Ik wil nog even een paar kleine dingen in Shopper laten zien, want dat is vooral het inkoopproces, maar Shopper kan nog veel meer. Zeker als je inlogt als zo'n shopadmin, heb je direct de mogelijkheid om inzicht te krijgen in alle andere zaken. En dan zie je hier dat we bijvoorbeeld te maken hebben met contractflows. De mogelijkheid dus om een contract te registreren, door iemand te laten beoordelen, uiteindelijk te archiveren en ook te bewaken. Dus de mogelijkheid om contracten vast te leggen en 3 maanden voor het einde van het contract een melding te krijgen dat het contract verloopt. Dat je moet gaan verlengen bijvoorbeeld. Nou, dat soort contracten die verrijk je dus ook hier in Shopper. Als ik bijvoorbeeld even zo'n contract erbij pak, dan zie je dat er een lopend contract is bij de relatie vertaalbureau. Dat we ook algemene informatie hebben te maken met dat contract. En dit zijn dus allemaal zaken die eens een keer zijn geregistreerd. Financieel, welke impact heeft dat contract? Bijvoorbeeld termijnbedragen, termijnperiode, over hoeveel termijnen krijgen we het betaald? Of moeten we dit betalen? 2 wekelijks, 4 wekelijks, maandelijks? Misschien zelfs onregelmatig. Betalingscondities, eventuele indexeringen. Je kan het allemaal vastleggen. Looptijden. 12 maanden met een maand opzegtermijn met een signalering van 3 maanden. Automatische beëindiging of automatisch verlengen. Handmatig verlengen van het contract tegen zelfde of andere voorwaarden. Workflows. Wie moet er in wat voor geval goedkeuren? Dus de mogelijkheid om dus ook bijvoorbeeld de registratie goed te keuren, maar ook een juridisch akkoord te krijgen van een juridische collega. Die kan je dus in Shopper laten kijken naar dat contract, naar die documentatie, om dat contract vast te leggen. Kijk, het contract opstellen zelf, het document, dat doe je niet in Shopper. Dus als er een contract is, een Word document, dat wordt geprint en wordt getekend, dan upload je dat daarna in Shopper. En dan kan je dat hier onder documenten vinden. En dan zal je zien dat op dat moment dat contract voor iedereen die erbij hoort beschikbaar is. Nou, welke autorisatie, welke artikelen, welke afspraken zijn er gemaakt? Welke periodes zijn er nu zaken gelopen? Welke documenten? En de beoordelingen bijvoorbeeld van die leveranciers. Nou, daar zien we. Dat was de beoordeling die we net hadden doorgevoerd. Eventuele facturen die daar dan bij horen. Als je dus een factuur boekt op zo'n contract, krijg je dat hier ook te zien. Indexaties, et cetera. Dus zeer uitgebreid contractregistratie. Dit is een lopend contract. Hij kan nog 2 andere statussen hebben, namelijk je hebt eigenlijk de mogelijkheid om te zeggen een concept lopend of beëindigd. Dus een concept is een contract dat is aangemaakt, maar nog niet is ingezet eigenlijk. Lopend wel, die is al wel doorlopen, die loopt al. En beëindigd geeft mij inzicht in alle contracten die al eens een keer zijn ingericht. Nou, zo zie je eigenlijk bij al dat soort systemen dat je dus de mogelijkheid om ook budgetten, budgetten vast te leggen. Budgetten op afdeling, budgetten op verschillende medewerkers. Je kan budgetverantwoordelijken stellen, medewerkers die eigenaar zijn van zo'n budget. Welke grootboekschema's er vallen onder dat budget, zodat je eigenlijk er automatisch voor zorgt dat als je aan de voorkant goed nadenkt over wat er allemaal onder dat budget valt, dat je aan de achterkant een volledig goedgekeurde registratie krijgt met automatisch ook de juiste codering gebaseerd op die budgetten. Nou, eventuele dashboards. En alle aanvraagprocessen. Nou, dit heeft echt te maken met de inrichting. Tijdens een implementatie gaan we met jullie samen hier naar kijken. En dan gaan we al die velden langs om te bepalen wat voor jullie de juiste inrichting is. Nou, eigenlijk goed, het laatste wat.
Laatste wat ik nog wil laten zien is de mogelijkheid om ook de offertes te registreren. De mogelijkheid om dus niet alleen je contracten, je aanvragen te bestellen, vast te leggen, maar ook je offertes. Dus stel ik heb ik wil een offerte aanvraag traject doen bij een aantal verschillende leveranciers. Dan kan dat. Dan heb je daar de mogelijkheid om dat ook via Shopper te laten lopen, te autoriseren, de uitnodigingen te versturen en uiteindelijk die offertes te beoordelen. Ja, hartstikke goed, dankjewel. Het is 10 voor 11. Dus we zijn een beetje over tijd heen. Misschien dat de relaties straks ook weer vervolgafspraken hebben. Ja, we zijn tot 11, toch? Over tot 11? Oké. Nou goed, dat maakt niet uit. Dan zitten we mooi binnen de tijd. Ja, dankjewel. Geen probleem. We hebben het cameraatje weer aangezet. We hebben tweetal, in ieder geval tot nu, tweetal vragen hebben binnengekregen. En de eerste is van een relatie, maar dat heb je net ook nog even toegelicht over dat je eerder al zei over het registreren van een offerteflow. Hè? Maar goed, daar kwam je net dan nog even op terug, wat daar de mogelijkheid van is. Dus ik weet niet of je daar nog wellicht iets aan toe te voegen hebt. Ja, kijk, offertetrajecten zijn niet voor iedereen relevant. Daarom is het ook even iets wat we vaak een beetje erbij vertellen. Vaak organisaties die het relevant vinden, die zullen dat ook zelf weten van zichzelf. Vaak zijn dat toch semi-overheid of overheid of bedrijven die dus zeggen van ja, ik geef altijd een voorbeeld. Stel, we willen zonnepanelen op het dak van het pand en we willen dat bij 3 verschillende partijen doen. Dan kan je dus via dat offertetraject die registratie doen, dat die offerte opstellen, naar die 3 verschillende partijen sturen, 3 verschillende offertes terugkrijgen en dan die interne routering laten lopen om te zorgen dat die door de juiste medewerkers ook wordt bekeken en wordt geautoriseerd, waarna je uiteindelijk dus de beste partij kan kiezen. En het voordeel daarvan is dat je dan op het moment dat offertetraject is doorlopen, je automatisch ook eventueel een contract of een aanvraag ervan kan laten maken. Dus die flow kan je eigenlijk door laten lussen naar een andere flow gebaseerd op je wens. Ja, dankjewel voor je toelichting. En de tweede is, even kijken, waar worden de leveranciers aangemaakt? Ja, de leveranciers worden aangemaakt eigenlijk altijd in Gloop. Gloop blijft de waarheid. Je stamdata, je stamgegevens van je leveranciers, die staat daarin. En die wordt real-time gesynchroniseerd met Shopper. Alleen, je kan in Shopper wel Shopper relevante velden toevoegen. Dus als je een bepaalde leverancier hebt en er is een veld dat je voor Shopper wel interessant vindt, maar in exact niet, dan kan je dat dus verrijken. Oké, dank je. En ik krijg nog een vraag binnen van een relatie die vraagt, hoe bepaal ik of welke module beter geschikt is voor ons? Globe inkoop of Shopper? Ja, dat is een hele goede vraag. Wij zien het eigenlijk namelijk als 2 aparte systemen. En we kunnen met beide dus een oplossing bieden. Image Capture koppelt in ieder geval met beide. En vaak zie je dat Globe inkoop zeer artikelgedreven is. Dus voorraadgedreven is. Voorraadgedreven. Vaak ingezet wordt voor handels- of productieorganisaties. Nou, daar kan Actians veel meer over vertellen dan ik dat kan. Shopper moet je eigenlijk meer zien als alle indirecte aanschaffen. Dus exact directe aanschaffen, wat ik nodig heb om mijn organisatie te laten draaien. Shopper voor diensten, artikelen waar ik geen voorraad van wil bijhouden, dat soort zaken. Dus echt de purchase to pay om juist meer grip te krijgen op alles wat er omheen draait. Oké, heel goed. Dan waren ze dit tot nu toe. Dus ik denk dat we kunnen afronden. Mooi binnen de tijd gedaan. En ik weet niet of jij nog dingen hebt toe te voegen of die je nog wil zeggen, Vincent. Nee, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik iedereen bedanken voor de tijd. En mochten er achteraf nog vragen zijn, dan neem natuurlijk gerust contact op met Actians. Zeker. Ook ik uiteraard de relaties klanten bedanken die aanwezig zijn geweest. Bedankt voor de interesse. En allemaal nog een hele fijne dag. Tot ziens. Tot ziens.